Kerk, sorry. Dank, voorzitter. Ja, het is natuurlijk altijd interessant om met de heer Kops over zijn solderen te spreken. Want eerder heeft hij in deze Kamer een gloedvol betoog gehouden over dat afbouwpad van solderen. En vervolgens kwam er een tweet van Wilders, die natuurlijk uiteindelijk de leiding heeft. En toen werd daar weer tegen gesproken. En nu staat in het formatieakkoord dat het in één keer wordt afgeschaft. Ja, de vraag is dan toch, wat is daar gebeurd? En dan zegt de heer Kops, ja, onderhandeling, maar in geen van de verkiezingsprogramma's stond dit. Dus hoe verklaart de heer Kops die 180 of is het misschien 360 graden draaien hier van de PVV? De heer Kops. Ja, voorzitter, mevrouw Rodekerk vraagt wat is hier gebeurd en weet ik veel wat ze allemaal vraagt, maar dit heeft mevrouw Kreuger toch net letterlijk aan mij gevraagd. In drie delen. Ik heb er net toch drie keer op gereageerd. Dus ik weet niet, ja, voorzitter, ik wil het best nog allemaal herhalen hoor, maar ik weet niet of we daar wat mee opschieten. Mevrouw Rodekerk, heeft u nog wat toe te voegen? Nou ja, het probleem is natuurlijk dat er geen antwoord komt op die vraag. En de heer Kops draait hier politieke pirouetjes als een ballerina in tijden van cultuurbezuiniging door de PVV, zeg ik er dan bij. Maar mijn vraag is natuurlijk, als het in geen van de verkiezingsprogramma's staat, als niemand er dus bij voorbaat zin in had om dit te doen, hoe kan het dan dat het er nu in staat, in het formatieakkoord? Hoe kan het dan dat dit hier nu in is beland, terwijl de mensen er niks mee opschieten? Dat is ook geschetst. En op welke manier denkt de PVV dan hiermee een oplossing voor mensen te vinden? De heer Kops. Ja, dat is weer dezelfde vraag, voorzitter. De heer Kops gaat op... Ik wil het met alle liefde nogmaals herhalen, hoor, voorzitter. Nee, maar... ik begrijp het al. U gaat niks anders zeggen. We hebben nog meer te doen. De heer Kops gaat over zijn eigen antwoorden. Hij is van plan om hetzelfde antwoord te geven. En ik ben bang dat u het daarmee moet doen. Ja, voorzitter, het punt is, ik heb het namelijk net gewoon in alle eerlijkheid juist gezegd. Als je gaat onderhandelen, je geeft wat, je neemt wat. Dat heb ik net voor de vijfde keer gezegd. Ja. En dat antwoord bevalt mevrouw Rodekerk dan niet. Dat mag natuurlijk. Maar goed, zij heeft dan die interruptie een beetje ingestudeerd. Van kom, ik ga eens even aanvallen. Ik ga eens even fel doen, een beetje zuur doen. Maar ik geef haar eerlijk antwoord op dat het er niet bevalt. Helder. Ja, dat is haar probleem. Helder. Zo simpel is het. Mevrouw Rodekerk? Nee, maar dit kennen we ook van de heer Kops, dat die mensen gaan aanvallen als hij in het nauw komt. Nee, dus allemaal prima. Maar ja, mijn conclusie is dan toch, want ik krijg hier totaal geen antwoord op mijn vraag, dat het een soort je doet maar wat kabinet is. En eigenlijk weet de PVV zelf ook niet waarom dit nu in het akkoord is beland. Dat is toch wel heel treurig. Oh, voorzitter, als ik daarop misschien dan mag reageren, u doet maar wat. Nou, dat integendeel. Kijk, bijvoorbeeld vier kerncentrales. Kijk, wat er in het akkoord allemaal staat. We zetten in op meer energieonafhankelijkheid. Meer ingezet op klimaatadaptatie. Dat zou mevrouw Kreuger misschien ook moeten aanspreken. Of mevrouw Rodekerk. Noem allemaal maar op. Kijk, er komen geen extra nationale duurzaamheidsregels voor bouwen. Is prachtig. De aangekondigde verhoogde CO2-heffing wordt teruggedraaid. Ook fantastisch. Ja, voorzitter, zo kan ik nog wel even doorgaan. Oké. Okay. Nee, u hoeft niet door te gaan. Oh.